het weet. Ja, mijn stoel is wel niet zo blijven staan. Kom dan. Goed zo, meneer de Zeurkous, hè? Meneer de Zeurkousje. Nou, ik kan niet zeggen, ga je er nog eens zitten? Goedemorgen, allemaal lieve vrienden. Ja, geweldig. Hey, dat doen we niet. Kom maar, Gandalfie. Gandalf, Rijka. Foei. Nee, nou, kom. Gandalfie, kom maar. Deed je het, schat. Mijn snoepie, kom maar. Kom maar. Kom dan, schat. Kom dan. Wat ben jij stout aan het doen? Je weet dat vrouwtje dat niet wilt, hè? Ja, dan zit ik ook nog te handen zo in dat zakkie. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Oeh, wat een hoop. Wat een boelenbende veel. Ja, jij bent een beetje stout. Nee, daar blijf je vanaf hoor. Echt. Vind jou nou niet lief? Nee. Vind jou helemaal niet lief? Maar oké, ja, lieve vrienden, welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog. En ik ben ingezoomd, ook dat nog. En dan ga ik nog verder. Ja, dat mag helemaal niet, nee. Ja, je bent dikke boef en dan liggen de brokkies. Kom dan, kereltje. Ik kan die deur weer dicht, want het wordt wel koud. Ja, en ik sta ook niet voor de liveer. Ik sta ook liever voor mezelf. Als liveer doet het wel voor zichzelf. Maar welkom bij een gloedje nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds donderdag, de 25e van de 4e 2024. En hoe laat leven we? 11 uur 15. Ja, mijn begeleidster die is de Karin. Dag Karin. Hi. Je mag wel wat zeggen. Maar in ieder geval, nou is Rijka, nee, ik kan alweer weg, zie ik. Nou, daar ben ik niet blij mee, dus ik moest toch pakken en zoeken. Ga jij ook even terug, grote? Dus ja, dat dus allemaal. Maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag. Jullie weten ook, Willy komt, Marcel komt, dus ja. En weer een drukke bedoeling. Maar maakt niet uit, het is des te gezelliger. Ze zeggen, geniet ze en tot later. Eén, twee. Ja, mijn stoel is wel niet zo blijven staan. Kom dan. Goed zo, meneer de Zeurkous. Hé? Meneer de Zeurkousje. Nou, ik kan niet zeggen, ga je er nog eens zitten? Ja? Mag wel. Die twee meisjes leggen daar lief. Oh, en de deur zit nog op slot.
En onze Marcel, die is in ons midden. Ja, ja, hallo. Hallo. En wat hebben we gedaan? We hebben de kerstspullen op de zolder gedaan. Eindelijk, maar toch. Het zou al die tijd al maar... We hebben teamwork gedaan. Ja, met z'n drietjes. Want Willy is ook bovenop bezig. Ja, zeker. En als ik naar boven ga, ja, dan doe ik de deur op slot. Want ik hoef geen vreemde lui in mijn huis als ik boven ben. Of wat? Ja, graag mag je doen. Het is ik aan de bovenste. Juist, dankjewel. Ja, die is al dicht. Dus ja, dat dus. Helemaal toppie. Helemaal geweldig. En zometeen nog weer een bakje koffie. Yeah. Nou ja, Karin met een K is dus ook geweest inmiddels al lang alweer. Al lang alweer. Want ja, die gaf ook aan dat zij niet later kon komen dan een uur of half elf, elf uur. En het liefst nog eerder. Ja, ik zeg maar, dat red ik weer niet. Ik zeg, als jij eerder komt. Ik zeg, want ik heb ook nog twee die daar al liggen. Ik zie die er dan op een tijdstip er ook uit moeten of eruit willen of wat dan ook. Ik zeg, dat gaat het er niet worden. Nou, dat zou ze allemaal doorgeven, want zij kan dat ook niet handelen. Want zij is dan moe, et cetera. Zij moet 's middags echt gaan slapen. Dag in, dag uit. Dan zet ze het niet. Dus ze werkt ook halve dagen. Nou ja, prima. Maar ik red het ook niet om dat 's morgens allemaal op mijn dak te krijgen. Nee. Dus ja, nou gaat ze kijken of er daar een ander voor kan komen in die plaats. En dat is ook helemaal niet erg. En dan hoop ik dat het er nog eentje is die meer aan kan. En ook meer van de computer af weet. Ja, want soms dan denk ik van, wat moet ik doen? Ik weet het niet. Het is allemaal Engels en dan begrijp ik het niet. En om daar mijn dochter of mijn schoonzoon voor lastig te vallen, terwijl die ook hun rust nodig hebben of hun slaap nodig hebben. En dan, ja, dat wil ik allemaal niet. Dus ja, en ze hoeft ook niet alles te weten, weet je? Ik bedoel, ik ben de ouder en niet het kind. Juist. Dus ze hoeven niet alles te weten wat ik eet. Of wat ik ga eten. Ze hoeven niet alles te weten wat ik ga eten. Dat rijmt. Ja, laten we het zo zeggen. Dus ja, dat dus allemaal. En ja, ik ben lekker nou ook met mijn spelletje even bezig. Lekker eventjes. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Zo houden we elkaar ook zoet, Marcel en ik. Ja, het is een kind. Ja. Deze meneertje, oh god, die dikke doosje. Hij is oh zo lief, maar kan ook zo lekker lastig zijn dat vrouwtje boos wordt. Hè, meneertje denkt dat ik een deurportier ben, maar zo is het niet. En hij komt gewoon niet buiten, nee. Ja, in de tuin, verder wil ik hem niet hebben. Want dan loopt hier een kattenmoordenaar. Rond in Den Helder. Nou, je wilt zo'n poezenbeestje niet door zo iemand dood hebben. Net zoals wat er in Friesland gebeurt met die zwerfkatten. Nou, mijn beestje is niet een zwerfkat. En bij dat, een zwerfkat hoeft ook niet dood. Er zijn ook diervriendelijke manieren om een zwervertje te redden. Van de dood. Ja. Want vind jij het zo leuk om op die manier, als je een zwerver bent. He? Je bent een zwerver. En om dan afgeschoten te worden omdat je een zwerver bent? Op stouten, want ook als zwerver zijn, dan kun je kinderen maken bij een andere zwerver. Zwerfster. Ja. Dus dat is met dieren net zo. Maar in ieder geval. Nee, ik vind het bizar. Je gaat geen dier. En dan krijgt de kat de schuld dat er zo weinig vogeltjes zijn. Mensen, denk na. Degene die zwerfkatten de schuld geven. Denk na. Komt dat niet door die katten? Want zoals meneer die kat al of hier, is geen vogelliefhebber hoor. Nee, geen vogelliefhebber. Als die al buiten de tuin zou komen, dan zou die eerder met een veldmuisje aankomen dan met een vogel. Hij had nog niet één vogel gevangen voor mij. Noppenjendo. Het is geen vogelliefhebber. Maar in ieder geval,
Bekijk die windmolens eens even. Hoeveel dode vogels naar beneden kunnen vallen bij de windmolens in de buurt. Dan schrik je nog aardig. En misschien alleen om een veer, omdat het rest gewoon tot moes wordt gedraaid. Ja, denk maar na, lieve vrienden. En zeg het voort. Zorg dat het bij die mensen komt die die katten in Friesland de schuld geeft. Ga naar de windmolens toe, want dat zijn geen lekkere dingen. Nee, zowel voor mens, zowel voor dier zijn geen goede apparatuur. Nee, want ook die blazen vergif de lucht in. Want er zitten allemaal minuscule dingetjes bovenin die top erbij, waar vergif doorheen gespoten wordt. En dat blaast lekker door de lucht heen. Ja, en dat valt ergens gewoon weer neer. Ja, het is al bewezen, hè. Het is al bewezen. Maar in ieder geval. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van je dag. Het is hier grijs en grauw en bewolkt en triest. Als ik naar buiten kijk, dan kijk ik zo met gefronste voorhoofd. Want het is ook zo scherp. Niet leuk meer. Even weggooien. Dus ja. Dat dus. Dus als je het zonnetje wilt zien, moet je voor de spiegel gaan staan en dan jezelf aankijken van ik ben de zon. Ja. Want anders wil het niet. Nee. Ja, of toevallig dat jij ergens anders woont en dat bij jou wel de zon schijnt, dat weet ik hier vandaan niet. Maar hier is die niet. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet gewoon van jullie dingen. Dan gaan wij het hier ook aan deze kant doen. En we spreken elkaar later weer. Of niet dan, Marcel? Absoluut. Ja, weet je het zeker? Ja, echt waar? Ja. Mooi. Nou, dan weet jij het zeker. Is het bij de hypotheker? Ja, zeker bij de hypotheker. Ja. Dus ja, dus lieve vrienden, tot later. Gandalfie. Ja, hé. Leg je dus lekker. Hé. Kun nog een watje. En deze twee meisjes leggen ook zo lekker. Hé. Ja. Zo lief. Nou ja, Marcel is alweer naar huis. Ja. En ik ben blij, want die hele hoek daar is leeg. Daar heeft Marcel voor gezorgd. Want die heeft een maatje bij de gemeente werken en die komt het morgen ophalen. En dan moest het vanavond bij de weg leggen. Dus ja, het ligt bij de weg. En nou is het zo te zien ook droog. Hé, kereltje. Mijn kereltje. Ja, liefje. Ja. Oh, is lekker, hè. Dus ja, we gaan zo meteen even lopen. Maar de televisie, die ga ik eerst even afkijken. Er is wat moois bezig. En dat wil ik even afzien. Dus zeggen, lieve vrienden, geniet verder van je avond. En tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, de tijd is weer aangebroken om van jullie afscheid te gaan nemen voor deze dag. Want ja, het is maar liefst 1 uur 21, dus we gaan hardlopen naar bed. De meisjes zijn al uit geweest, ik kon lekker er doorheen, want het was droog, dus dat was super. De wind was gaan liggen, dus helemaal happy. Dus we gaan lekker naar bedje toe. Dus ja, wij wensen jullie vanaf deze kant welterusten, lekker slapen allemaal. Morgen uiteraard gezond weer op. En ja, jullie weten het gewoon, hè. Ja, het houdt niet op. Onze lieve Heer, God houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.